Spandoeken, muziek en actievoerders. Gepassioneerde actievoerders, maar vooral ook jonge actievoerders. Dit zijn de rangers van het Wereld Natuurfonds. En zij gaan de komende maanden actie voeren tegen de stroperij van neushoorns. En dat is verschrikkelijk hard nodig, want de stroperij op neushoorns is welig toegenomen. We verliezen op dit moment 2 neushoorns per dag. En hier gaat het om de neushoorn. In het dierenpark in Emmen lopen ze in alle vrijheid rond. Vandaar dat hier vandaag de aftrap is van deze actie. Ik vind het een heel mooi beest, maar eigenlijk zijn ze een beetje chagrijnig. Hoezo dat dan? Nou, als een neushoorn een mens ziet in zijn gebied, wordt hij heel boos op je. Het Wereld Natuurfonds verhuist neushoorns in Zuid-Afrika naar veilig gebied, ver weg van de stropers. Vandaag in Emmen gaan de rangers ook een neushoorn verhuizen. Nou ja, een neushoorn? Een kist verhuizen ze. Maar wat erin zit? Geen echte neushoorn. Eigenlijk een pop. Een soort pop. Ontzettend, kijk eens hoe mooi het is! Nou, ik vind het niet zo leuk, maar ik snap het ook wel. Want anders zou zo'n echte neushoorn zou die kist al lang kapot hebben gemaakt. Voor de echte neushoorn gaan de rangers binnenkort geld inzamelen. We hopen dat we daar maar liefst 400.000 euro mee ophalen. Of dat gaat lukken weten we natuurlijk nooit, want dat is heel erg afhankelijk van de kinderen. Maar het afgelopen jaar hebben ze ook laten zien dat ze geweldige actie kunnen voeren. Dus die kinderen die zijn echt een enorme bron van inspiratie voor ons. En dragen ook echt bij aan de bescherming van de neushoorn in het wild.